Naar de maan te reizen. Daarom zal de training extra zwaar zijn. Het zal afzien zijn. Het zal zo zwaar zijn dat jullie de vlucht misschien niet eens zullen halen. Maar daar staat tegenover dat jullie als vertegenwoordigers van onze natie, de United States of America, naar de maan mogen. Mannen, ingerukt. Daadwerkelijk naar de maan te gaan. Zijn jullie er klaar voor? Ja, sergeant! Oeh. Dan mogen jullie nu naar de raket toe. Mannen, God bless you and God bless the United States of America. Snap jij nou waarom dit nou in slow motion moet? Nee, en dan die theatrale muziek. Nee, volgens mij moet het ook anders kunnen, maar ja. Oh ja, ze zijn al begonnen aan het aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1, lift off. Dat was een heftige start van onze reis naar de maan. Oeh, Iep. Zeg, wat heb jij met je haar gedaan? Nee, niet zeggen. Ik denk dat het is toch geen bondmuts? Oeh. Is het een spion? Het is toch geen Russische spion?
Houston, we have a problem. Hé, wat voor probleem kunnen we dan nu al hebben? Je hebt toch niet een Russische spion aan boord of zo? Nou, eigenlijk. Ja, dat is wel wat onverwachts. Nou, weet je wat, pik maar even een noodastronaut op bij Haltekapelweg. Collins, maak je klaar om naar de maan te gaan. Ja, wat is dit nou weer? We hebben een spion aan boord. Dat is geen reden voor applaus. Nee, maar John heeft Tetris uitgespeeld. Ja, ik ken het niet, maar in dat geval... Goedemorgen. Welkom op deze vlucht naar de maan. Het is volle maan en het is 120 graden. We danken u met het vliegen van NASA. Ja mannen, maar even een vraagje. Waar laat ik mijn koffiemok? Ach, flikker maar uit het raam. Dat merkt toch niet iemand? We zijn uit koers geraakt door die verrekte koffiemok. Ah, dat sturen we straks voorbij met de maan aan. Let jij daarop, Collins? Ja, Neil. Komt goed. De maan komt al dichterbij. One small step for a man. Rick, wie weet, 13! Dames en heren, 26.